Het uit Eindhoven afkomstige topmodel Lonneke Engel bezocht voor EDTV de première van Doodslag. Ik kom net uit de film. Het was echt super intens. Ik raad iedereen aan om deze film te gaan kijken. De acteurs zijn echt geweldig. En ik ga nu de hoofdrolspeler nog even wat vragen stellen. Theo Maassen. Ja? Ken jij Lonneke eigenlijk? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Maar je bent fotomodel, toch? Ja, in dagelijks leven. Ja. Als ik dit niet doe dan. Nou, het is maf. Want ik heb zelf ook een tijdje in dat wereldje gezeten. In dat modellenwereldje. Ik heb jarenlang... Ben ik model geweest voor het Hema Breiboek. Maar dat is al wel even geleden. De tijd van de Burda, dat nog heel populair was. En ik heb natuurlijk veel zwembroeken gedaan. En dan zag je mijn hoofd. Ik kom ze nog wel eens tegen. Dus dan gebruiken ze alleen mijn lichaam en dan zie je niet dat ik het ben. Nee, maar wel de zwembroekreclames doe ik. Precies. Heb ik veel gedaan. Ja, nou ja, het moet wel doen, hè? Om bezig zijn. Nee, even over de film. Nou, iedereen was natuurlijk helemaal sprakeloos op het einde. Het was erg intens. Hoe heb je het zelf ervaren, het publiek? Ja, ik vond het te gek om het tegelijkertijd met zoveel mensen te zien. En het was ook bijzonder, vond ik, dat ik het verhaal ken en dat ik zelf weer meespeel en dat ik me toch ook laat meeslepen. En dat ik ingezogen werd door de muziek en de beelden en door het verhaal. Dus ik vond het wel een topervaring. Ja, en hoe was het ook om in Eindhoven? Dus ja, mijn stad, jouw stad. Mm-hmm. Om het daar allemaal te filmen. Ja, dat is een thuiswedstrijd, hè. En dan met voetbal is het zo dat je dan meestal toch al een beetje met 1-0 voor staat. En dat was nu ook. Het waren hele veilige omstandigheden. Met mensen die je kent en met plekken die je kent. En ik vond het wel helpen. Ik had daar wel veel aan. Ga je ook nog een keer een positieve comedy of iets opnemen in Eindhoven, denk je? Nou, dat zou zomaar kunnen. Ja, want Eindhoven, de gemeente, is wel heel erg meewerkend, toch? Ja, we hebben echt heel veel medewerking gehad van de gemeente. Het was echt niet alleen van de gemeente zelf, maar ook van de mensen en de buurtbewoners en van allerlei instanties. Van het politiebureau mochten we filmen, op de rechtbank, bij de ambulance. We hebben echt ongelofelijke, bij PSV. Dat was echt, dat was in een andere stad was dat onmogelijk geweest. Ja, dat is wel heel, heel mooi. En wat ga je verder nu doen? Wat zijn je toekomstplannen? Toekomstplannen? Ja, ik ben ook cabaretier. Goh. Naast onderbroeken model en acteur. Dus ik ga mijn cabaretvoorstelling spelen. Met alle respect heet dat. Wat ook een beetje gaat over hufterigheid en het Nederland van nu.